Ik kom nu ongeveer een jaar of 8, 9 in de Queenset. En ik denk ook een jaar of 8 wel in de Queenset al kom. Op dit moment, de laatste jaren, toch een paar keer in de week. En ik kom ongeveer om de week in de Queenset en dan meestal het weekend en dan nog om de week de dinsdag bingo. De bingo is altijd leuk en het maakt niet uit of Kobe hem doet of Janie hem doet, het is altijd een feest. Ja. Het is niet alsof we aan elkaar vastgeplakt zitten om de hele avond elkaars gezelschap te zijn. Maar Erik kent mensen en ik ken mensen en dat mengelt gewoon met elkaar. Het is niet dat als je naar de wc gaat en boven gaat, dat je dan het gesprek weer op moet pikken waar je gebleven was, omdat er in de tussentijd niks gebeurd is. En hij is ook wel een leuk gezelschap af en toe. Ah, jij ook. Don en Arjan zijn de eigenaren en Don en Arjan staan vierkant achter de Queenset en zorgen dat de Queenset is wat het nu is. Het is een passie voor het, niet alleen het café en het horecawerk, maar een passie voor de sfeer en de mensen die erin zitten. Waar je zowel leuke muziek hoort, maar ook nog een goed gesprek kan hebben. Het staat niet zo hard dat je geen normaal gesprek meer kan voeren. En er zijn altijd gezellige mensen die je op den duur steeds beter leert kennen. Alsof je op een verjaardag komt van iemand die je al heel lang kent. Ik kom helemaal vanuit Hilversum onderweg naar de Queenset. Want in Hilversum heb je gewoon niet een gelegenheid waar je zo relaxed kan gaan zitten. Er is of het is dat rij geplukt wordt, wat je natuurlijk in de Queenset niet hebt, of het is gewoon altijd wel homeless. Ik heb geen zin in vechten op elke straathoek. Ik heb er hier geen last van en dat is gewoon ook voor mij een veilig gevoel. Als wij een lied zouden mogen geven aan Arjan en Don van de Queenset, zou het voor mij gaan over de warmte die de Queenset uitstraalt, de oprechtheid waar ze mee geïnteresseerd zijn in ons en de fijne gezelligheid die er altijd heerst.